It's not good enough for me. Since I've been with you. Een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe video van mij. Vandaag is het dinsdag. Ik ga nu de deur uit, want ik ga naar Veenendaal. Ik laat jullie even snel zien wat ik aan heb. Ik heb hier een setje aan knaloranje van, kijk, het is een wijde broek, by the way, van Bershka. Ik weet niet of ze deze nog in de collectie hebben, maar ik heb hem een tijdje geleden gekocht. Maar deze was ook in veel verschillende kleuren. En ik heb deze Yeezys aan gecombineerd met deze coat van Zara. En dit is dus een oude model van vorig jaar. Ik weet niet of ik een appel mee moet nemen. Ik voel me niet zo lekker vandaag. Zoals ik jullie heb verteld in een van mijn vorige video's. Ik voel me de laatste tijd heel erg zwak. Als ik opsta, heel veel hoofdpijn. En heel erg moe. En zo'n ochtend heb ik weer. Ik heb eigenlijk iets van 8,5 uur geslapen. Dat is eigenlijk super veel voor mij. Maar alsnog voel ik me echt niet lekker. Ik heb net koffie gemaakt. En deze gouden beker komt van de Starbucks. Was van de kersteditie. Volgens mij kun je deze nog bij de Starbucks krijgen. En ze hadden deze ook in een hele mooie rode kleur. Of een paarse kleur. Die is... ik ga nu de deur uit. En ik ga deze outfit, by the way, combineren met deze classic bag van Chanel. Ik vind dit echt leuk met zo'n coat. Oh, ik heb zo last van statisch haar. Hoe kouder het wordt, hoe erger het wordt. Ik weet niet waardoor dat komt. Maar ik start net de auto en ik zie gewoon dat het min 1 is. Buiten super koud. Oh, deze koffie is niet lekker gelukt. Ik moet, by the way. Oh nee, ik vind hem echt niet lekker. Ik had vandaag een beetje anders gemaakt. Oh, en ik kan echt geen koffie drinken die ik niet lekker vind. Ik ben echt een koffieverslaafde. Dus mijn koffie moet ook echt gewoon aan veel eisen voldoen. En die is echt niet lekker. En het is de eerste keer volgens mij dat ik zelf koffie heb gemaakt voor mezelf. En dat ik hem persoonlijk niet lekker vind. Maar mijn koffieapparaat moet gereinigd worden. Dus ik ga straks even naar de Albert Heijn. Om zo'n Nespresso reiniger te kopen. En ik vind het zo irritant aan mijn apparaat. Het is een super fijne apparaat. Maar voor iemand die dagelijks koffie drinkt moet je hem echt veel reinigen. Want hiervoor had ik een koffieapparaat ook van Nespresso. Maar dan had je die melkschuimer apart. Maar ja, dat is toch wel denk ik wat fijner voor iemand die dagelijks koffie drinkt. Want dan kun je gewoon iedere keer die melkschuimer gewoon reinigen. Terwijl je bij mijn koffieapparaat iedere keer de hele apparaat moet reinigen. Want die melk die gaat door de hele apparaat heen. Oké. Ik weet niet of jullie mij begrijpen, maar vast wel. Heel veel kinderen hebben ook online thuisles. Sowieso vanaf groep 3, dat is standaard. Maar bijvoorbeeld een vriendin van mij, haar dochter die in groep 1 zit, heeft ook gewoon online les. En dat heeft Arda niet. Arda krijgt wel gewoon dagelijks opdrachten toegestuurd. Ik vind het wel een dingetje hoor, op zo'n manier werken. Maar goed, het is gewoon nou eenmaal zo. En coronamaatregelen, misschien tot en met eind januari of... Tot en met de lockdown bedoel ik. Tot en met midden februari. Ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren. Wil je? Ja. Nou jongens, Zane en ik zijn gaan zitten. Hij heeft een envelop thuis gekregen met allemaal opdrachten van school. Zal mama jou even helpen? Kijken of die top open is? Nee, hij is niet open. Ja, is genoeg? Genoeg, Zane? Genoeg? Doe een beetje zo verspreiden, want je hebt een beetje te veel hierop gedaan. We gaan het dekbed van Puk versieren.
En zij heeft alles zelf gescheurd. Ja, doe maar. Ik Wil je een koe? Nee. Wat wil je dan? Kijken, mag mama ook kijken? Ik die. Welke? Welke wil je? Die bukles. Ja, doe maar op zijn neus plakken dan. Wauw, echt niet normaal. Nou jongens, zoals jullie kunnen zien ben ik lekker thuis. Ik heb net samen met zijn huiswerk zitten maken. En ik ben lekker mijn kamer aan het opruimen. Zoals jullie zien heb ik hier kleding voor was. Hier heb ik ook kleren voor was gesorteerd. En wat ik jullie even wilde laten zien zijn al deze kussens. Ik weet gewoon niet wat ik hiermee aan moet. Wat ik wel gelijk wil laten zien is, want ik weet dat er heel vaak vraag is waar deze kussens van komen. Deze zijn van het merk Eichholz. Nou, deze zijn van bij S Luxury. Ik post wel haar Instagram onder deze video. Dan kunnen jullie ze bestellen. Volgens mij heeft ze die ook in andere kleur. Deze heb ik uit Turkije. En ik heb echt kussens waarvan ik denk, bijvoorbeeld die witte daar en die, daar heb ik helemaal niks aan. Misschien brengen ze zo meteen naar boven. Want ja, dit is echt veel te veel. En elke keer wordt dit alleen maar meer en meer en meer en meer. Dus we moeten daarmee ophouden. Wat is er, Zeen? Moet ik jou helpen zo? Wat wil je dan? Nee, nee, nee. Naar beneden. Ja, maar kan niet meer. Kijk, dit is hem. Het is de laatste. Ja, maar kan niet. Er is niks meer hier. Hier. Kan toch niet? Welke is dit? Kijk maar die. Nee. Mama gaat even naar boven. Mama gaat even was draaien. Nee. Ja? Nee, vandaag is vrijdag. En wij gaan naar de logopedie. Maar naar wie gaan we toe? Naar? Heen. Ja, we hebben ook al map klaar staan voor Zee. Gelukkig gaan zijn afspraken gewoon door. Dit is zijn werkmap. Allemaal werkblaadjes erin. Verschillende soorten dingen die hij oefent. Mag ik ook zien? Ja, wil je ook zien? Kom ja. Maar, kijk maar. Wauw. Leuk hè? Heb je er zin in? Ja. En daarna gaan we heel misschien Arda ophalen. Want die is lekker aan het chillen bij zijn neefje. Die is daar ook blijven logeren. En en daarna wil ik heel misschien langs mijn moeder gaan. Even kijken of mijn moeder thuis is. Ik denk het wel, maar ik ga haar wel eerst even bellen. En anders kom ik gewoon lekker naar huis. Moest die eens gaan trainen. En we gaan nu de deur uit. En ik laat jullie even snel zien wat ik aan heb. Niks bijzonders. Ik heb een lange, lange, lange jas aan. Donkerbruin van Monkey. Ik heb hem in XS, by the way. Ik heb een roze trui aan van Loungewear. Maar ik heb hem andersom aan. Ik heb hem verkeerd om aan. Dat zag ik toen straks. Maar ik dacht, ja, prima en zo. En ik heb een, gewoon een skinny spijkerbroek aan van de Zara, is van de oude collectie. Oh my god, zijn AUB. Niet doen. En deze is van Dior, as you can see. Volgens mij hebben ze deze momenteel niet op voorraad. Deze is echt van de oude collectie ook. Mag ik jouw handje? Ja. Dankjewel. I love you, Zijn. Dat gaan we niet meer doen, hè, Zijn? Gaan we nooit meer doen, hè? Nee. Zeentje, hoe ging je afspraak bij Helene? Vond je het leuk? Ja. Ging goed, hè? Papa is ook thuis. We gaan even nu samen gezellig boodschapjes doen. Keislanden hier. Wat zei? Keislanden hier. Je doet maar Keislanden boodschappen doen, ja. En daarna gaan we daar lekker wandelen met z'n drietjes. En daarna gaan we Arda ophalen en dan ga ik even naar Apeldoorn.
mama gaat ook spelletjes halen. Dus die is wel heel lekker, hè? Ja. Kom ik hier ook in de ruimte? Oh, je hebt tijd van de rij. Zijn mooi, toch? Of vind je niet? Heel mooi. Ja, toch? Oh, jongens, wij zijn even naar de Lidl geweest. Ik heb daar deze restaurantenpizza's gehaald. Tonijn. En deze pizza mozzarella is super lekker. En wij zijn even naar een bakkerij geweest daarnaast. Daar hebben we Turkse pizza's gehaald. En pide. Voor vanavond. Lekker. Oh, het ruikt ook zo lekker. En appelflap. Is je kaasbroodje hier? Nee, ik vind het veel daar niet. Oké. Kijken. En by the way, jullie zagen ook dat we even naar de groenteboer waren gegaan. Allemaal verse groenten en allemaal lekkere dingetjes gehaald. En papa. Ik weet niet waarom ik nog steeds een mondkapje op heb. Slaat hem nergens op. Ah, daar zeg maar hi. Hi. Nee, even normaal doen. Zeg maar hi tegen de camera. Hi. Hi. Zeg maar hi. Oh my god. Nou, we gaan naar Apeldoorn. Rijden, wie wilt een broodje? Ik heb niet. Jij niet? Nee, poepoe, mama. We gaan even onze handen. Poepoe, mama. Nee, niet zo gek doen. Kom even, jongens, handen desinfecteren. Handen, voordat we gaan eten. Kom. Ik wil handen in handen. Wacht, kom eens. Nee, doe je andere hand. Doe je andere hand. Kom, teun. Anders word je ziek. Dat is een bacterie weg. Bacterie zijn heel slecht. Kijk, anders word je ziek. Ja, doe maar zo. Doe maar zo. Oh. Zo. Goed zo. Oké, wie wilt een broodje? Ik. Zeen, wil je geen broodje? Nee. Wie wil een appelflap? Appelflap. Zeen, wil je deze brood nog opeten? Nee. Nee? Ik wil appelflap. Wil je appelflap, Arda? Nee. Wil je ook appelflap? Ja. Appelflap. Hier. Appelflap. Oh, dat is lekker eens. Ik wil gewoon niet. Jawel, proef nou maar. Is super lekker. Proef maar. Ik wil niet. Proef even één keer. Het ruikt zuur. Proef gewoon één keer. Nee, ik wil niet gewoon. Kijk. Ik ruik gewoon niet. Nee, het is gewoon appel. Je houdt toch van appel? Eet dan maar. Ik wil gewoon niet eten. Ik vind het niet lekker. Arda, je hebt niet eens... Hoe vaak heb ik tegen jou gezegd? Als je iets niet hebt geproefd, mag jij niet van mij zeggen dat het niet lekker is. Ga eerst proeven. Proeven? Doe maar één keer proeven. Heb je geproefd? Nee, nee, dat is die gel van jou. Doe maar één keer proeven. Ik ga beter laten gaan. Ja, maakt niet uit. Eet nou maar. Ik word echt boos op jou. En? Is toch lekker? Is gewoon met appel. Nee. Nee, wil je niet? Oké, kijk, nu heb je het geproefd en dan zeg je dat je het niet wil. Dan vind ik het niet erg. Maar als je het niet hebt geproefd en jij ook niet? Oké, jongens, geen maar mee. Nou, welkom home. We hebben hier pide, lahmacun. Salade, citroen. Kip. Ja. En kip. Heb jij je handen gewassen? Nee. Ik wel. Nou, een hele goede morgen. Dit is hoe wij onze dag beginnen. Mama. Hey. Jullie zien altijd hoe ik van die andere kant film, maar nooit naar wat ik kijk. Nou, zoals jullie kunnen zien, heb ik hier een spiegel met zo'n ledlamp. Ik weet echt niet meer wanneer ik deze spiegel heb gekocht. Iets met sanitair nog wat. En dan heb ik hier mijn dagelijkse cleansing gel van SkinCeuticals die ik bij Elite Skin Clinic heb gekocht. Heb ik hier voor mijn lievelingsparfum van Dior
Amber Nui zeep van. En dan heb ik ook deze Ritual zeep. Waar ik super gek op ben. Deze ruikt zo lekker. Dat is niet normaal. En dan heb ik hier tandpasta staan. Hier ook nog een tandpasta. Ik mix altijd deze twee. Dat is altijd wat ik doe. Hier heb ik extra tandenborstel staan. Dan hebben we hier nog een tandpasta van de Kids. In een gel variant vind ik veel fijner. En dan heb ik hier deze shower gel en shampoo 2-in-1. Deze wilde Zane per se laatst hebben. En dan heb ik hier een tandenborstel van Zane. Deze is van Moestie. En deze is van mij. By the way, deze twee kwamen in een set. Dus vandaar dat we ieder apart hebben. En deze kwam ook in een set. Dus Arda en Zane hebben er ook apart van. Ik weet niet waarom ik jullie dit laat zien. Maar ik dacht, dit is wel interessant. En hier kan ik mijn telefoon erin zetten. En dit is, deze heeft te maken met deze elektrische tandenborstels. En by the way, deze, dit, heb ik hier met dit toen ooit gekocht. Van de Zara, Zara Home. En hier heb ik ook wat producten staan van Sinos. En ik heb hier een appel die ik zojuist mee naar boven heb genomen om te eten. En hier heb ik dus van die Magic Drops die ik gisteren op mijn gezicht heb gebruikt. Nou, dan krijg je dit effect. Lekker getinte huid. Ja, of iets meer getint, laat ik het zo zeggen. Dan wat ik er voorheen had. Ik vind het echt een super fijne product. Dus ik ben er echt heel blij mee. Ik ga even wat aan dit face doen. Want ik ga zo meteen, of straks, ik moet eerst even naar de zaak. Moet ik even een paar dingen opmeten. En ik moet even een foto maken van de meterkast. Oh my god, ik heb gewoon een, ja, ik wil geen naam van een bedrijf noemen. Maar een nationale bedrijf wat heel belangrijk is. Ik had blijkbaar gas, elektriciteit en voor water een abonnement moeten nemen. En dat heb ik dus niet gedaan. En gisteren kreeg ik een brief met dat ik het zo snel mogelijk moet gaan regelen. Anders gaan zij het doorzetten naar een deurwaarder. Ik kreeg helemaal paniekaanval. Ik dacht, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Dit mag nooit gebeuren, want nee. Ik hou daar echt niet van. En ik wist niet dat ik dat moest doen met mijn domme hoofd. Ik wist het wel, maar ik heb er nooit bij stilgestaan. Omdat we dus met een verbouwing bezig zijn. Dus je komt niet zoveel in dat pand. Ik kom niet zoveel in mijn pand. Dus ik ben niet continu bezig met, oh ja, dit moet kijk, qua verzekering en dat soort dingen heb ik allemaal geregeld. Maar dit was ik helemaal vergeten. En het is blijkbaar super belangrijk. Maar goed, ik ga eerst even naar de zaak. Moet even een paar dingen opmeten en een foto maken van de meterkast. Daarna ga ik langs een vriendin. Want wij moeten even samen aan het werk gaan. Een paar dingen doornemen. En ik moet vandaag ook best wel veel administratief werk verrichten. Want ik moet aankomende week moet ik aangifte doen voor Mika, voor Mamu. En normaal had ik altijd één bedrijf waarvoor ik aangifte moest gaan doen. En nu heb ik twee bedrijven en super veel werk. Gelukkig heb ik wel een perfecte boekhouder. Maar alsnog moet je alles netjes aanleveren. En ja, dat moet bij mij echt heel erg netjes. En ik ben er ook echt aan toegekomen om een personal assistant te nemen, guys. Ik ben helemaal zat om... het is niet dat ik het zat ben. Maar het is meer dat ik gewoon eraan toe ben. Zoals ik jullie heb verteld, ik ben de laatste tijd heel erg moe. Vanochtend kwam ik ook heel moeilijk mijn bed uit. En het wordt gewoon tijd dat ik een extra handen erbij krijg, zeg maar, die mij kunnen helpen. En ik heb natuurlijk wel een paar mensen die wel dingen voor me doen. Zoals pakketjes inpakken, verzendingen en administratie en dingen, mensen die met me meedenken. Maar het wordt ook tijd, denk ik, om gewoon ook iemand in dienst te nemen die mij echt alle dagen in de week bij kan staan. Maar ik weet niet of ik dat echt kan, want ik ben echt een persoon die het liefst alles zelf wil doen. Maar ik wil ook niet een mentale breakdown krijgen. Omdat het op een gegeven moment too much wordt voor mij.
Naast mijn werk heb ik natuurlijk ook gewoon mijn huishouden, kinderen, man, familie, vrienden. Ja, dus dat. Sorry voor mijn te veel bla bla bla. Like always. Maar ik wil wel even zeggen, en dit zeg ik echt vanuit mijn hart. Ik heb echt de liefste volgers ever. Want als ik dan een keer mijn probleem met jullie deel, dan krijg ik altijd zulke lieve berichten onder mijn vlogs. Zoveel mensen die met mij meedenken, met mij meepraten. En dat waardeer ik zo erg. Dat willen jullie echt niet weten. Ja, natuurlijk heb je ook heel veel negativiteit. Mensen die echt gewoon hele gemene dingen zeggen. Maar daar kan ik me wel gewoon overheen zetten, zeg maar. Normaal bleef dat negatieve meer in je hoofd hangen dan de positieve. Maar dat heb ik gewoon echt gewoon van mij afgeduwd. Nu, iedere lieve bericht die ik lees, dat blijft gewoon echt continu in mijn hoofd hangen. Dan denk ik, oh my god, mensen zijn zo lief. En dat zag ik eerder niet in. En dat zie ik nu echt wel in. En ik wil jullie daar echt één voor één allemaal bedanken. Al is het een bericht via Snapchat, via Instagram, via YouTube. I don't care. Ik wil jullie echt allemaal één voor één bedanken. Dat jullie gewoon met mij meedenken. Mij advies geven. Al, het hoeft niet per se een hele positieve advies te zijn hoor. En dat je met mij eens bent. Al is het van Malika. Dit moet je niet kopen. Want dit en dit en dit. Zelfs dat waardeer ik enorm. Want weet je, we zijn allemaal mensen en we kunnen allemaal van elkaar leren. En heel veel meiden die dan later... Er zijn zoveel meiden die mij berichten en zeggen van, oh my god Malika, door jou ben ik echt sterker in mijn schoenen gaan staan. Of door jou ben ik zelfs een bedrijf begonnen. Dan denk ik, wow, serieus? Hoe dan? Weet je wel? Blijkbaar wat ik zeg en wat ik laat zien heeft toch wel heel veel invloed op bepaalde mensen. Dus ik probeer ook wel echt zoveel mogelijk met jullie te delen. Alleen ik merk wel dat mensen ook veel meer op zakelijke... Oh my god, ik kom niet aan mijn woorden. Zakelijke gebied willen zien. Alleen, ja, als alles zover is, ook qua mijn bedrijfspand, ga ik jullie zeker veel meer meenemen. Ook op zakelijke gebied, zeg maar. Zoals vinden van een dit, zoals vinden van een dat. Zoals ik laatst had verteld over die dozen in Turkije laten maken bijvoorbeeld. Dus dat ga ik allemaal met jullie delen. En dat beloof ik echt. Want ja, ik word gewoon blij als iemand tegen mij zegt van ja, door jou ben ik inkopen gaan doen in Duitsland of in Parijs. Want een keer, ik weet nog een paar jaar geleden toen ik nog inkopen deed in Parijs. Gewoon kleding inkocht en verkocht. Weet je hoeveel dames door mij, door die vlog van mij, naar Parijs zijn gegaan om gewoon hun kledingwinkel te vullen of wat dan ook. Er waren zoveel vrouwen die mij zo dankbaar waren dat ik dat had gedeeld. Want ja, laten we eerlijk zijn, het is tegenwoordig heel moeilijk om... Ja, iedereen doet zo geheimzinnig over alles en dat irriteert mij heel erg. En al dat fake Instagram... Toevallig had ik het net met een vriendin van mij ook over. Alles draait tegenwoordig om fame, merk, laten zien, dingen laten zien. Of een leven laten zien die je niet eens hebt. Ja, ik weet niet. Het begint eng te worden. Het begint steeds gekker te worden. En gelukkig heeft dat niet zo heel veel invloed op mij. Al lijkt het voor sommigen wel zo. Het heeft sowieso heel weinig invloed op mij. Dat kan ik jullie wel vertellen. Ik ben gewoon wie ik ben. En ik blijf wie ik ben. En ja, weet je, toen ik in mijn land woonde, want ik ben hier niet opgegroeid, as you know. Toen ik in mijn land woonde, hadden wij het echt wel breed. Ik heb als kind zijnde ben ik niks tekort gekomen. Mijn moeder was een hardwerkende vrouw. Had zeker een hele succesvolle baan en een hele succesvolle business. En ik ben gelukkig als kind zijnde niks tekort gekomen tot de dag dat de oorlog ons alles ontnam. Dus
Ik weet hoe het is om van zo naar zo te gaan en weer omhoog te moeten komen. In een land waar je niemand kent. In een land waar je 0,0 verstand van hebt. Of de taal kent of wat dan ook. Ja, kom maar binnen als een asielzoeker in een land. Kom maar binnen als een... Ja. Als een persoon met 0,0. Niks na de lente, niks. Begin maar bij 0. Ga maar de taal leren. Ga maar je diploma's halen. Kom maar aan een baan. Maar ja. Ja. Dan weet je dat dit leven, dat al dat luxe en kijk, en ik vind ook, hè, als je er keihard voor werkt en als je keihard voor werkt, geef je geld uit aan wat je wilt. Al wil je een privéjet kopen, al wil je een privé-eiland kopen en daarmee showen, I don't care, doe het. Maar ik kan gewoon niet tegen mensen meer die in jouw feest, dat je gewoon gunnen, maar achter je rug om zoveel shit lullen. En eigenlijk mensen die het je gewoon niet gunnen. En dat zie ik heel veel gebeuren tegenwoordig. En ik krijg ook dagelijks berichten van meisjes die met dit soort dingen te maken hebben. Vooral met mensen die, weet je, hun eigen zaak hebben. Maakt niet uit wat voor zaak je hebt. En ik heb het echt niet alleen over mezelf. Maar ik heb het over het algemeen, hoe de wereld een beetje nu in elkaar zit. Ik weet niet waarom ik dit met jullie deel, maar dit is gewoon Malika Voice. Nee, ik heb echt een super lang gesprek met een vriendin van mij gehad. En het heeft me gewoon super goed gedaan. En ik denk van ja, waarom zou ik gewoon niet mijn mening delen met mijn volgers? En er zullen vast wel heel veel meiden zijn tussen jullie die het echt niet met mij eens zijn. Maar wat ik wel wil zeggen is, weet je, weet dat... Het maakt niet uit waar je vandaan komt of hoeveel geld je in je zak hebt of in welke huis je woont of welke tas of schoenen je draagt. Dat maakt helemaal niks uit. Zolang jij in jezelf gelooft, zolang jij echt je eigen spiegelbeeld in jezelf gelooft en denkt van ik ga dit doen, ik ga dit waarmaken, dan komt het ook wel echt. Weet je, mensen die het meest succesvol zijn, die slapen het minst, hè? Onthoud dit. Mijn haar ziet er zo niet uit. Het is echt vettig. Maar ik ga het pas morgen wassen. Ik ga even snel een knot maken. Nou, mijn haar ziet er echt niet uit. Ik heb wel een kleine krul in mijn... pony gebracht. Vind ik wel leuk. Oké, let niet op de achtergrond. Maar ik heb hier dus de jogger en een hoodie aan van Gallen. Ik heb het gecombineerd met deze Gucci sokken. Ik ga denk ik hier onder Yeezys aan doen. Maar ik laat jullie even zien hoe die broek valt. Het is eigenlijk gewoon zo'n jogger, zeg maar. Ik ga hem combineren denk ik met deze tas. Staat er wel stoer bij. Sportief. Alleen, ik vind aan dit model zo irritant dat als je er niks in hebt zitten, ziet het er niet echt mooi uit. Wacht, voordat ik stop wil ik jullie wel even nog één ding laten zien. En dat zijn die whiskyglazen die ik gisteren heb gekocht bij de Lidl. Wil ik even goed laten zien. Ik heb ze nog niet opengemaakt, as you can see. Kijk. Zo zien ze eruit. En ik drink mijn koffie laatste tijd in whiskyglazen. Of van uit een whiskyglas. Laat ik het zo zeggen. En als we naar mijn koffieafdeling lopen. Wat hier allemaal ligt, dat zit in de vaatwasser. Maar zoals jullie kunnen zien heb ik hier een whiskyglas. Hier heb ik grotere whiskyglazen. Dit zijn mijn normale drinkglazen. Dit zijn meer voor cocktails die we maken in de zomer. En hier heb je dus van die dubbel. Glas koffieglazen. Deze ben ik helemaal zat de laatste tijd. Ik weet niet waarom. En hier heb ik dan van die espresso glazen. Ook dubbel glas ben ik ook zat. En deze horen hier niet. Want de kinderglazen of kinderbekers heb ik
hier. Want hier heb ik dus allemaal mokken staan. Zoals jullie zien. En iedere mok komt ergens vandaan. En gisteren heb ik ook nog deze chocola gehaald. Deze is ook heel lekker van de Lidl. Nou, die kennen jullie vast wel. Mijn favo chocolade, by the way. En dan heb ik hier nog extra hazelnoten. En een soort van notenmix gehaald. Om wat meer energie te krijgen. That's it. Ik wens jullie een hele fijne ochtend, middag of avond toe. Dikke kus. En nogmaals bedankt voor het kijken. Bye bye.